Goed genoeg, mijn dames en heren. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren. Je ja, ja, ja. gewoon doen. Zo, ik zie er fijn dat jullie allemaal weer de moeite nemen om naar onze podcast te luisteren. Het is ons altijd een groot plezier om het te maken, hoor, overigens. Dus uh, dat jullie dat weten. Uh, op de dag dat Sean van het Schip op de persconferentie zei dat we één familie zijn. Nou, dan vind ik dat hele bemoedigende woorden, maar het, het is wel wat rommelig in de familie om het zo maar te zeggen. Ja, misschien ik, moeten we Bert van Leeuwen bellen. Ja, Bert van Leeuwen bellen. Ja, ja. De, heel veel mensen zullen Bert van Leeuwen niet kennen, maar die heeft uh, zo'n beetje veel van die zalvende programma's zeg maar. Hè, ja, ja, ja bij het familiediner, worden lange tafels. Ja. ja. Nou, leuk, Floris en Roy, dat jullie er zijn. Hè? Ja. Ja. Die stonden al helemaal te trappelen, dus dat is heel erg goed. Floris net terug van de persconferentie met John van het Schip, natuurlijk gericht op FC Twente. Ja. Het ging ook wel over wat andere dingen, maar voet. Voetbal blijft natuurlijk het allerbelangrijkste en daar zit het ook uh, echt van over. Uh, hoe staat uh, de ploeg ervoor, als je het zou moeten zeggen, naar uh, die verschrikkelijke klassieke? Ja, uh, nou ja, uh, van Schip hoopte dat Berghuis uh, misschien rondom uh, Twente thuis terug zou zijn uh, van zijn rugblessure. Nou, daar is uh, geen sprake van. traint ook nog altijd niet mee. Uh, ja, van Schip, eh, als je me ook vraagt van joh, wanneer, wanneer denk je dan wel? Nou ja, dan kan ik alleen maar zeggen, ja, ik hoop, ik hoop, maar ja, het is, ik denk dat het nog twijfelachtig is of we berghuis überhaupt nog in, in actie ja. zien. Er werd meteen even iets gezegd over ook de rug van Henderson, want Henderson ja. wordt behandeld ja. nog in Engeland. Of ja. niet uh, dezelfde fysio of rug specialist ook, uh, nu, uh, dat, dat van Berghuis, ja. naar die van Berghuis komt kijken. Ja, het zijn twee verschillende ruggen, zei Z uh, van ja. Schip, dus dat... Uh, ja, was af en toe wel gevat. Ja, nee, uh, Henderson, die, die heeft is gelaten behandelen inderdaad bij een specialist in, in, in Engeland ja. uh, en keert de komende week weer terug in Amsterdam. Dus die zal de zondag ook niet bij zijn. Uh, dat ja. geldt ook voor Gorter. Nou heeft hij een reserverol, dat snap ik wel. Maar wij vroegen ons wel af: goh, waarom was hij er in de kaart ja. niet bij? Nou, Zeker. die blijkt aan zijn hand geblesseerd te zijn, dus dat ja. is lastig kiepen. Ja. Uh, en Sosa die is een tijdje ziek geweest, maar die keert uh, die keert wel weer terug. Ja. Brobbey daarentegen kan niet 90 minuten spelen. Nee. Uh, dat geldt ook voor Gods nog altijd, uh, want wij vroegen ook uh, van joh, hè, met uh, als je als je Gods uh, Bergwijn en uh, Broebbe tot je beschikking hebt, zou het een idee zijn om weer gewoon terug te schakelen naar 4-3-3 ja. uh, tegen, ja. tegen Twente. Uh, nou, had ik niet het idee dat hij daar per se onwilwillend tegenover stond. Maar ja, als, als, als twee van de drie al geen 90 minuten kunnen spelen, dan is dat misschien toch wat lastig. Dus... Ja. Hij zei ook dat je dan maar, gewoon ook maar moet kijken hoe je dan moet gaan wisselen om alle ruimtes nog kloppend te hebben. Zo, ik snap het wel een beetje hoor. Wat ja. hij zegt ook. Ik hoop toch wel dat het een deel van die wedstrijd wel zo is, hoor. Dat je gewoon. Uh... Ja, je zou Probeer zo kunnen het beginnen, toch? Uh, ja. Gezien de ja. mensen die je nu voorin weer terug hebt. Hoewel je natuurlijk met Bergwijn en Gods twee gasten hebt die allebei op links ja. het, uh, ja, zichzelf het plezierigst voelen, laat ik het zo maar even zeggen. Akpom is ook weer terug, toch? Die was er in de Kuip natuurlijk al bij. Je ja, mhm, ja. Dus, die, die, die hebt in elk geval voorin weer, uh, weer wat meer opties. Nee. Waardoor 4-3-3 mij uh, het meest logisch lijkt. Daar hoop ik ook wel op. Uh, op ja, we vroegen trouwens ook nog aan hem van... Uh, de mokerslag natuurlijk uh, in, in de ja. Kuip. Laten we het alsjeblieft niet te lang over hebben. Maar, en dan, uh, ja, uh, moet maar... moeten we moeten het er wel over hebben, denk ik. Alleen, ja, we, de, 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 we zitten nu al zoveel daarna... en er is al zoveel gezegd en geschreven. Maar ja... Nou ja, hij, nee, gaf, okay, laat maar. hij gaf maar. aan ook dat hij daar kapot van was. Precies. Ja. Uh, en, en, en je ja. wordt natuurlijk uh, ook als, als uh, met, met de spelersbus ontvangen bij, bij, bij het stadion door de eigen supporters. Ja. En dan moet je tekst en uitleg geven en zo. Dus ja, ik vroeg ook van goh, hè, dat maakt misschien best veel indruk op, op spelers ook, ja. hè, die dat nog nooit op die manier hebben meegemaakt. Um, daarvan zei van, van Schip wel dat, uh, dat, dat ze door de supporters heel respectvol waren, waren benaderd. Uh, ja. Ook bij die, bij die slagbam, ondanks dat dat er natuurlijk misschien uh, van buitenaf uh, niet heel vrij uitzag. Ja. Um, ja, het is ook moeilijk als je daar iemand met een capuchon op ziet... ...die je daar dan in gesprek mee moet. Maar hij gaf wel aan uh, dat het echt op een respectvolle wijze gebeurde. En hij sprak echt zijn waardering ook even goed uit voor, voor supporters... ...omdat hij al gewoon het hele seizoen, ondanks de situatie waarin Ajax zit... Uh, ja. ...achter de club staan, dat hij dat bewonderenswaardig uh, vindt. Ja. Uh, en dat Ajax inderdaad een familie is. En uh, dat nou. ook die supporters daar staan als een familie. Nee, en daar komt ook... Want we kunnen het er echt wel kort over hebben, Roy. Daar komt jij gevoel ook bij vandaan. Dit ik wil, persoon, ik wil niet het ook niet, hoor. Ik wil het Ajax. ook uh, meteen... Uh, Passeer, want er is al genoeg over gezegd en geschreven ja. en we staan gigantisch voor lul. Maar mm -hmm. ergens denk ik ook, ja, maar als we nooit een keer uh, de kritische noten kraken die gekraakt moeten worden. Ja. En uh, uh, wij hebben daar natuurlijk ook een rol in, maar daar komen we straks in een andere mm -hmm. uh, bericht nog wel verder over te spreken. Ja. Ja, er is wel heel veel aan de hand, zeg maar. En ik denk, denk, denk dat iedereen zich dat wel realiseert. En wij willen niks anders dan een goed nieuwsshow show maken. Maar we, ja. Nou, dat willen we. Ja, dat zou, nee, nee, nee. Het zou dat fijn bedoel, zijn als de, het zou kunnen. Precies, dat, bedoel je natuurlijk. dat bedoel ik. Ja. Ja, ja, weet ja, ja. je, het, ja. het liefst gaat ja. het zoals vijf jaar geleden. Ja. en uh, groeien de bomen tot in de hemel. en, en is het allemaal Hosanna. Dat is het ja. niet. En het is zo pijnlijk duidelijk geworden zondag. dat we er niet aan ontkomen om daar toch. Uh, ja. ja. Nou, wat, ik wel, wat mij opviel, dat van het schip probeert wel heel stoïcijns ook. Net als natuurlijk Frank, Boer in zijn, Frank de Boer in zijn tijd dat wel voor elkaar kreeg. Om heel erg alleen maar op het voetbal te zitten en te richten op hoe het sportief gaat. Maar het is nu zo'n andere en veel slechtere, niet aardigwaardige selectie, zeg ik maar even. Ja. Bepaalde spelers. En opvallend was wel dat hij dan op het eind van de persconferentie. dan toch Kennen Taylor er als een soort lichtpuntje uit haalde en zei van... ja die valt mij dan wel in positieve zin. Ja, en en dat ging gedragend. dan, vooral, ging dan ja, vooral om zijn beleving. ja En dat hoorde ik ook wel om me heen. Dat Taylor een van de weinigen was... Uh, waarvan je in de Kuip zag... Ja. ja, dat hij er helemaal klaar mee was. En, en dat dit hem echt pijn deed. En dat dit als Ajax ziet, je niet mag overkomen. En uh, ja, ja. als je ook ziet hoe de doelpunten vallen, kan ik me, dat, kan ik me die frustratie wel voorstellen. Ja. Met name toch, ja. Ja, als we dan toch eh, Roy, als we ja. dan toch teruggrijpen. Ik, ik heb bijvoorbeeld, ik, ik kon me bijvoorbeeld. Ik kon niet begrijpen hoe van de bomen daar die fout in ging bij dat te tegendoelpunt. Nou heb je de eerste helft op de bank gezeten. Je ziet Kaplan ja. en Hato. Uh, pre uh, precies dezelfde fouten maken. Volgens ja. kom jij erin als 28-jarige. Ja. Je doet precies hetzelfde. Uh, je staat volgens twee minuten te kijken hoe, hoe het zich voltrekt. En ja, ik, ik, ongelooflijk. Nou, ik, kan, ik, ik kan het deels wel verklaren omdat ook de ontvanger van een paard vooral bepaalt, bepaalt waar die bal naartoe moet. En dat heeft Sean van het Schip ook wel goed gezegd. Het is natuurlijk uiteindelijk een team. Uh, dat niet presteert. Want als er niet genoeg jongens zich ook aanbieden, krijg je die bal ook niet weg. En had hem blind weg moeten roeien, misschien. Maar dat is helemaal niet des Ajax. Hij zegt: je moet ook proberen te blijven doen wat we met z'n allen afspreken en blijven voetballen. Ja, maar in zo'n laag tempo. Ja, dat was het probleem over dat jezelf afgeroepen. Nee. En deze ploeg uh, is, heeft fysiek uh, heel veel ongemakken. Maar uh, het ja. is ook totaal mentaal gekneusd, ja, maar uh, het, het is uh. pijnlijk duidelijk geworden wat er eigenlijk al het hele seizoen aan de hand is. Ja. En te vaak. Uh, zijn we, en dat bedoel ik niet ons per se mee hoor, maar er zijn altijd uh, ja, proberen wij ook lichtpuntjes te zien. Ja, maar als die, en als dat, en als zus, en als zo, dan komt het allemaal wel weer goed. Mm. Nu heb je zo hard op je kloten gekregen. Dat had je ook gedaan als BAPE-spelers uh, wel bij uh, waren geweest, uh, hoewel je dat niet feitelijk kan onderbouwen. Maar uh, deze wedstrijd heeft echt pijnlijk duidelijk gemaakt wat het hele seizoen eigenlijk stiekem al wisten, maar probeerden uh, onder het tapijt te stoppen. Ja. En nu is, uh, ja, uh, hopelijk eindelijk eens een keer die bodem echt goed bereikt op het sportieve vlak. Natuurlijk ja. is er, uh, ja, nog een beerput extra open gegaan, zou ik willen zeggen. Uh, maar sportief, ja. Uh, Goh, clichés, maar dan moet je de rug rechten en zo. En uh, heb je nu nog een... Ja, uh, ik, ik hoorde die vijf finales langskomen. dacht ik, oh, Ja, precies, daar gaan we weer. Um, maar, maar in de kern is dat het wel... Dat is het enige ja, wat maar, van het Schipholkwans zegt. Vijf kan zetten, finales eigenlijk. om uiteindelijk vijfde te worden. Weet ja. Je? Ja, maar ja. goed, je moet het ja. wel. En ja. het moet ook. En uh, Ajax moet het hoogste nastreven. Uh, dat, ik hoop dat dat kwartje valt bij de spelers. En dat ze zich uh, uh, kunnen belonen met een uh, twee weken eerder op vakantie kunnen. Ja. Uh, door die play-offs te ontlopen. En... Uh, ik heb het idee dat ze het eerder daarvoor doen, voor hun eigen ja, vakantie, ja, dan, dan dat ze echt uh, willen dat Ajax uh, op de hoogst mogelijke positie staat. Ja. Even, inderdaad, op Kenneth Taylor en nog wat andere jongens denk ja. ik wel na hoor. Maar. Ja, we gaan toch één keer proberen nog, <laughs> Roy, er een goed nieuwsje van te maken. Ja, nee, goed zo. Nee, nee, uiteindelijk met, uh, moeten we dat ook doen hoor. Julian maar... heet hij, ja. toch? Julian uh, Flores, die heb jij gesproken. Ja, ja, ja ik vroeg er staat uh, Julian Rijkoff of Julian, maar het is inderdaad uh, Julian. Overigens de enige die, die volgens mij wel tot een uh, kans kwam in de Kuip. Ja, uh, ja, uh, dus later, een, we, we hebben een instartje gesproken. geloof ik. Ja, we hebben een instartje, we luisteren even naar hem. Het is uh, iets wat uh, schel, dat heb ik niet heel goed kunnen aanpassen, maar hij is denk ik wel te verstaan. Dan praten we daar rustig over verder en dan uh, gaan we toch nog even verder in de familie kijken ook. Achteraf, als je er dus zo gaat nadenken wat op die avond zelf, dan besef je het eigenlijk nog niet, maar nee. de dagen daarna besef je dat dit gewoon, je hebt zelf op die tribunes gezeten en dan sta je opeens in, in die arena en uh, dat is gewoon. Het is gewoon dat gevoel waar je als dus kleins af aan voor werkt. En wat ik altijd heb gezegd tegen mijn, tegen mijn vrienden, mijn ouders, tegen iedereen om me heen. Wat ik graag, wat mijn droom was. En dat je dan, ja, dat, dat uitkomt twee weken nadat je hebt getekend. Ga je het over de debuut, hè? Ja, ze debuut in, uh, in de Johan Cruijff Arena, thuis tegen NEC inderdaad. Uh, ja. Ja, ik, ik vroeg hem inderdaad, Goh, heb jij al meer minuten in het eerste gemaakt... dan jou uh, vooraf voorspiegeld was of wat je had kunnen, kunnen, kunnen dromen sinds je terugkeer? Ja, het zei hij echt inderdaad, ja, 100%. Uh, het aantal minuten wat ik nu al maak, dat, uh, in het eerste, dat had ik, uh, had ik zelf ook niet verwacht. nee nou, Het mooie vind ik hier namelijk van, het is een jongen die uh, door Ajax is opgeleid... Uh, toch echt wel een uh, stevig rondje buitenland heeft gedaan met Borussia Dortmund... Daar misschien niet uh, per se aan het spelen toe kwam, maar wel heeft ingezien dat hij uiteindelijk hier ook heel veel heeft of zo. En veel heeft om voor te vechten. En dat vind ik fijn om te horen. Ja, dit, dit is... zijn uh, hopelijke lichtpuntjes in richting volgend seizoen. Ja. En uh, ook al eerder aan gerefereerd dat dat soort jongens nu al. Uh, ja. Klinkt heel gek, maar dankzij dit slechte elftal, minuten maken. In, het, in de goed draaiend elftal komen dat ze jongens uh, vaak niet aan de beurt. Ja. Want ben je vierde spits en dan uh, moet je heel geduldig zijn. Nu uh, maakt hij uh, minuten, zit hij er vaak bij. En in, in richting volgende seizoenen uh, hoop je dat je daar een hele goede aan hebt. En ik denk ook dat dat verstandig uh, zou zijn richting uh, komende zomer. Uh, om uh, vooral de, de, de jeugdspelers waarin veel potentie zit, om die langer aan je te binden. Ja. Uh, die bekend zijn met het systeem, die bekend zijn met de druk die het ajax met zich meebrengt... Ja. en daar uh, volop te gaan investeren. Want nog een zomer met heel veel aankopen van god weet ik waar vandaan... En daar zitten we volgens mij met z'n allen niet op te wachten. Uh, hij ja. wilde ook nog wel benadrukken dat hij uh, het, uh, het liefst helemaal niet bij Ajax zou zijn weggegaan... Uh, destijds in 2021. Ja. Uh, zijn droom was gewoon debuteren voor Ajax 1 en duizend uh, en, en, en minuten maken Alleen op dat moment vond hij uh, dat Ajax uh, te lang treuzelde met hem, met hem een contract ja. te aanbieden Of in ieder geval echt het vertrouwen in hem uit te spreken Dat ja. bleef te lang stil en toen besloot hij uiteindelijk deze stap te maken nu is hij uiteindelijk terug, daar is hij ontzettend, uh, ontzettend blij mee. En hij zegt zelf dat de tijd in uh, Duitsland uh, dat hij daar heeft gezeten, dat hij daar zo verschrikkelijk veel geleerd heeft. Ja, dat Ajax daar nu waarschijnlijk alleen maar de vruchten van. Ja, nou meer van dat soort jongens zou ik zeggen, toch? Dat zeg je ja, maar goed, uh, ja. Uh, Van Schip had het in dezelfde persconferentie mm -hmm. als waar we net aan refereerden ook weer een paar keer over die balans. Ja. Die tuurlijk, hè, we hebben het allemaal gezien zondag, die was zoek. Want de, de, de spelers die het team moeten dragen, daar was een, was een groot uh, deel van uh, afwezig. Dus als je nou kijkt naar de komende seizoenen, in elk geval één seizoen vooruit, dan uh, normaal is het helemaal uh, tegen je principe om uh, oud-gediende maar terug te halen, omdat je niet verder komt en niet creatief genoeg bent. Ajax moet voor de lange termijn heel creatief zijn, denk ik. Ja. En daar hebben ze met, volgens mij, Beuker en uh, Kelvin de Lang hele goede mensen voor uh, ja. zitten. Maar als je nou kijkt naar volgend jaar en je hebt uh, jongens als Rijkoff en nog een aantal talenten die zich aandienen, en die zou je aanvullen met... Zeker. Ja, misschien toch jongens weer als uh, Klaas. Uh, uh Blind, Donny van de Beek. Dan ja. heb je in elk geval weer een beetje kleur op je smoel. En jongens die weten wat het is om voor Ajax te spelen. Ja. Die niet opgeven. En wat zij kwalitatief nog kunnen brengen. Kijk, uh, we moeten, we gaan geen Champions League spelen. Nee. Uh, we moeten eerst maar even op de blaren zitten van de afgelopen twee transferzomers. Nou, wat, dan jij, dan... wat jij nu zegt, brengt ons eigenlijk wel tot het volgende. Dat is de rest van de familie, zeg maar. Ja. Je moet zorgen. Dus die horen daar en... zeker bij. Laat ik het uh, zo even... Zeker. Ja. ja, heel goed. Dus de rest van de familie... Um... We hebben natuurlijk, uh, iedereen heeft het verschrikkelijke nieuws mee gekregen dat er een uh, nieuwe algemene directeur opeens uh, geschorst wordt, dus Alex Kroes. Uh, we hebben uh, Floris op de redactie ook gedacht: van ja, uh, er is een ronde tafelgesprek geweest met uh, Michael van Praag. Daarin is wel uitleg gegeven. Nou, daar zat heel weinig in van uh, het familiaire karakter wat we graag zullen zien, willen zien. Van je moet het met z'n allen doen, knallen met z'n allen. He, keihard een schorsing. Ja, de, um, de, de, toon, uh, de toon van Van Praag was op dat moment uh, echt, echt, echt niet goed. Nee. Uh, ook, ook, ook het, het zelfinzicht en het uh, zelfreinigend vermogen nee. richting een RVC. Ja. Um, het was wel heel erg gericht op de persoon cruise dat het allemaal alleen maar daar is fout gegaan... Ja. En ja dat is denk ik niet het volledige nee. verhaal. Dus dachten wij we gaan in ieder geval zorgen ook voor uh, onze achterban en voor de supporters kunnen we het uh, beter laten uitleggen uh, en het liefst ook door alle betrokkenen. Dus we hebben Michael van Praag gesproken, dat uh, verhaal is uh, eigenlijk uh, gisteren uh, ook online gekomen. We wilden ook en we hebben Alex Kroes ook benaderd. En die heeft uh, wel gereageerd, maar wilde vooralsnog radio stilte, volgens mij. Dat vind ik heel jammer nog. Want kijk, als iedereen gewoon zijn verhaal nog eens even duidelijk kan doen, weten. Kunnen sporters zelf hun eigen mening daarop baseren? En kunnen we daarmee verder? Ja, uh, hij, hij wilde inderdaad uh, op dit moment eventjes uh, de procedure zoals nu uh, allemaal lopen. Maar eventjes uh, even, even afwachten en niet, uh, niet meer olie op het vuur gooien. En uh, inderdaad even in de luw te blijven. Nee. Um, kijk, zonder ook olie verder op het vuur te willen houden. Ik, ik het was een long read nogal voor online. Er was veel tekst. Ik heb uh, van Praag uh, echt proberen zo scherp mogelijk te vragen: van, konden jullie nou echt niks anders doen dan uh, Alex Kroes schorsen? Uh, en hij heeft uh, op zijn manier, denk ik, vrij helder uitgelegd waarom het allemaal niet kon. Maar ik wil u wel zeggen: mijn persoonlijke mening is dat ik, uh, ik ben het niet met hem eens ben. Ik denk dat ze het toch op andere manier nog hadden kunnen vinden, denk ik. Door hem niet meteen keihard te schorsen en te zeggen dat hij dom en naïef is geweest. Je had dus, want dat past bij het familiaire karakter, dus het, dat is het woord van de dag, wat mij betreft. Je had ook kunnen zeggen: wij gaan voor hem staan en wij uh, gaan dit gewoon melden. We gaan daar heel transparant over zijn, naar alle instanties die daar maar mee te maken hebben. Maar we gaan even om hem staan nu en zorgen, zonder het te soft te maken. Maar we zorgen in ieder geval dat wij de algemeen directeur, waar we acht maanden. Veel langer volgens mij voor hebben gestreden om die binnen te krijgen, dat we die nog in huis houden. En we wachten gewoon af wat de bepalende instanties, of dat nou AFM uh, is of een ander, uh, daarover gaat zeggen. Dat vind ik he persoonlijk heel erg jammer. Ja, ja, ik die, ook. Door die harde tonen uh, aan te slaan, suggereert het toch iets, en ik denk dat uh, heel veel mensen dat uh, in hun onderbuik wel, uh, wel voelen. Uh, dat ja. er meer heeft gespeeld. Dat ze eigenlijk uh, ja. uh, uh, van hem af wilden of zo. Ja, lijkt het dan meteen ja, Precies. Ook op. En dat ja. lijkt misschien niet uit het stuk wat, hoor. Uh, wat jullie online hebben gezet. In, uh, verder uh, inderdaad denk ik wel een heel scherp en goed uh, interview. Waarin gewoon haafijn uh, wordt uitgelegd. wat de reactie van, van Praag is. zonder uh, in, in, iemands mening te willen voeden. Ik vind dat dat heel netjes uh, uh, daar staat. En iedereen mag daarvan vinden wat hij wil. En dat, ja. ik vind het ook heel goed dat jij zelf zegt, Errol. Uh, dat, 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 dat jij het er dan ook voor persoonlijke titel niet mee eens bent, maar zo voelen we dat volgens mij met heel veel wel. Ja. Had deze toon wel gemoeten? Had dit. Hey, nou. Ja, precies. Had, ja. Uh, hadden we meteen zo rigoureus moeten zijn? Ja. Of had, van in dit geval, de RVC ja. zo rigoureus moeten zijn? Of, of was er ook nog een andere optie geweest? En dat laatste, uh, ja, de, de deur is zo echt keihard dichtgeslagen. Of zo. Ja. Terwijl, ja, ja. Het gaat ook dan toch uh, over imago-schade, over miljoenen boete die er eventueel uit voort zouden komen. En ik zou zeggen, nou, dat zou ik dan toch nog even willen afwachten. Want het is, dit is ook heel schadelijk, dat er gewoon iemand waarvan echt heel veel mensen overtuigd zijn, de club zelf namelijk ook en de mensen die verantwoordelijk zijn bij de club ook, dat die een goede toevoeging is om weer stappen te gaan maken naar het Ajax wat we al met z'n allen willen zien. Die moet je niet zo snel aan de kant zetten. lijkt me, lijkt me niet uh, echt helemaal niet verstandig. Maar goed. Even los nog van wat Kroes. Wel of niet van plan was of we, de, of we dat allemaal uh, te snel vonden gaan, welke kant ja. hij op wilde, ja of nee. Dat staat er allemaal, uh, denk ik, los nou, van. Ik wil graag van hem horen wat hij voor overweging heeft gehad om gewoon aandelen te kopen op dat moment. Even ja, los het van het feit het, of je wel of niet dingen wist. Maar je. toch even, als je acht maanden op hem hebt heb gewacht, uh, dan, ja. dan heb je ook geweten welke kant hij met Ajax op wilde gaan. Dus ja. dat kan helemaal geen verrassing zijn geweest. Nee. Toch? Nee, dus nee dat, dat in die, die complottheorieën uh, wil ik nog niet meteen heel hard meegaan. zeg maar. Nee, nee maar we hebben nee, het vorige week ik gehad ik over. Niet, de, uh, heb je, zie jij hier een complottheorie? Nee, nou, in uh, de zin van dat, dat er meer zou hebben gespeeld. En uh, weet je, dat vind ik al, vind, vind ik wel een beetje gevaarlijk. Nee, het, uh, nee ik, ik kan puur en alleen kijken naar wat er op welk moment is gebeurd. Ik geloof echt dat iemand als Alice Kroes, volgens mij heb ik dat hij in deze podcast de vorige keer ook al gezegd. Uh, met het kopen van aandelen zich daar nog meer mee verbonden voelt. En geen idee heeft gehad dat er uh, na zijn aanstelling pas de mogelijkheid is om die aandelen te kopen. Want dat is zo hè. Een directeur die gewoon ergens uh, zit. Goed, dan kan je het hebben over AZ en Code Eagles en weet ik veel wat allemaal. Ik, uh, ik heb niet het idee dat hij het met de verkeerde intenties heeft gedaan. En daarom zou ik ook willen afwachten. Als ik uh, verantwoordelijk was geweest bij de club, uh, wat nu de straf zou zijn uiteindelijk. Ja. En misschien kijkt de AFM er ook wel op een andere manier naar. En er zijn ook juristen die op een hele andere ja, manier Ik wel dat zo'n onderzoek bij de AFM uh, anderhalf tot twee jaar kan duren. Dus dat, ja. ja, dat klopt ook wel. Nou, we hebben verder ook online gebracht naast het uh, verhaal natuurlijk met uh, Mark van Praag. Uh, hoe de structuur, hoe de haarsen lopen, hè, laat ik het zo zeggen. Uh, Daaruit zie je ook wel dat het enorm ingewikkeld is, allemaal. Maar je hebt het mee te doen, zeg ik dan maar. Dus dan uh, leggen wij dat netjes uit. Dat is ook de intentie daarvan geweest. Uh, Floris, als je daar nou zo naar kijkt en hoe de hazen lopen en zo. Ik wil niet helemaal die hele beursgang weer uh, op gaan rakelen. Maar is dit nou ook niet waardoor het gewoon allemaal veel te lang duurt voordat er echt een goed besluit komt? Um, ja, dat vind, ik, dat, 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 dat vind ik lastig. Alleen ja, je ziet wel dat aan, aan een bepaalde kanten nu de messen worden geslepen. De, een, een deel van ja. de, de achterban van de bestuursraad, ik, ik zeg met ja. nadruk: een deel, uh, wil de naam van Kroes natuurlijk nu, nu zuiveren. Um, ja. Ja, aan de andere kant uh, heeft een bestuursraad zou ook uh, het vertrouwen in de voltallige RVC kunnen opzeggen. Uh, het is een misvatting om te denken dat ze in een deel van de Raad van Commissarissen ja. uh, vertrouwen kunnen opzeggen. Je kan niet zeggen, nou we sturen de drie weg en de rest kan blijven zitten. Nee, nee ze moeten. Het kan alleen maar in een volledige. Ja. Als, stel dat het zover komt, dat het zo rigoureus wordt dat de Bezuursraad het vertrouwen opzet in de Raad van Commissarissen. Dan uh, kom je bij de ondernemerskamer van de, uh, in Amsterdam terecht. Ja. En die gaan, een, uh, die gaan een nieuwe RVC aanstellen. En dan komen de mensen in de RVC die. Waar je helemaal geen invloed op hebt nee. wie dat zijn. Daar heeft de bestuursraad ook geen invloed op. Die gaan hier op, op de toko passen, maar er gebeurt verder niks. Nee. Ja, ik zou zeggen. Je, hè, we kunnen roepen. Iedereen moet er maar uit. Maar ja. Maar je wel een beetje voor... Kun je ja. eigenlijk niet krijgen. Dus dat is ook niet. Wees weet, een beetje... wat je... weet wat je wenst. Ja, wees een geval. beetje voorzichtig met wat je wenst. Want ja. ik denk ook niet dat we daar nou per se heel erg bij gebaat zijn. Nee. Um, maar wel zou je, je kunnen ja. zeggen, maar dat is, dat is een hele persoonlijke mening, dat, dat met name de drie uh, langzittende RVC-leden. Ja, daarvan kun je je wel afvragen, uh, als je, als zit je er voor jezelf, of zit je er voor Ajax? En als je, als dat laatste het geval is, zou je misschien wat zelf kritischer in de spiegel moeten kijken... en zelf een conclusie trekken. Ja, want als zij zelf zouden opstappen... is er niet meteen een situatie aan de hand... dat de nee. ondernemerskamer hier uh, binnen staat. Nee, dan hou je het viel, wel een soort van, van, van in eigen hand... hoe je dat, ja, hoe je dat ja. dan weer vervolgens opnieuw gaat invullen. Maar ik zie je, Roy, ik, ik zie jou ook... en ik ken je ze ondertussen ook wel. Wat een gekut dat we het hierover voetballen, moeten hebben, man. Voetballen, voetballen, voetballen. Ja, voetballen. ja, ja tuurlijk, helemaal nee, gelijk. Ja, weet je Even, ja, weet er je, je, je ja. het... Jullie hebben dat keurig netjes op de site uh, uitgelegd. En ja. als, ik die, uh, als ik bij Alinea 2 ben, haak ik al af. Tuurlijk. Uh, maar tu je hebt ermee te maken. Dus uh, het is goed dat, uh, dat die uitleg er is. Maar uh, uh, het gaat zo weinig over voetbal afgelopen week. Moeten. En uh, daarom zei ik dat net, even helemaal in het begin. Uh, uh, van we moeten het ook over uh, die 6-0. Uh, uh, blijven ja. hebben. Want daar gaat het mis. En we moeten zondag tegen Twente. En we moeten daarna nog vier potjes die normaal gesproken voor Ajax geen probleem zouden moeten zijn. Alleen ja. uh, dat is heel ook raar om dat zo te zeggen. Uh, aangezien tegen elk van die tegenstanders dit jaar of uh, recent uh, nog punten verspeeld heb. Dus, ja. Maar goed, volle bak uh, op dat voetbal. En uh, daar gaat het zo weinig over. Um, uh, en het zou er wel moeten over moeten gaan. Ja, ik ja, vind ja, ook dat alle acties die nu in bestuurskamers en waar dan ook op vergaderingen... Ja, wat ik heel goed begrijp uh, is door, door deze besluiten alles uh, weer vertraging oploopt. Je hebt zo lang gewacht vorig jaar op een technisch directeur. Die kwam en die was vijf maanden later weer weg. En die heeft er een nog grotere pijn op van gemaakt. Daarna is er weer... Uh, voor een tussenmodel gekozen en is ze gewacht op het aanstellen van Alex Cruise, omdat hij niet eerder mocht uh, beginnen ja. vanwege concurrentiebeding. Nu is, uh, was de man net twee weken begonnen en begin je weer met hetzelfde geëmmer. Ja, terwijl en... je nu al lang uh, inderdaad een technisch directeur zou willen hebben, een, een, een nieuwe ja. trainer. In ieder geval uh, het, het plaatje zodanig klaar hebt dat je ook spelers kunt gaan benaderen met een goed verhaal. Want, ja, maar je begint serieus, bijna te geloven. Als jij nu uh, een linksback wil, wil, wil benaderen, ja. met welk verhaal ga je, ga je de jongen binnenhalen? Nee, dus uh, misschien moet je daarom uh, heel simpel deze transferzomer in door uh, 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 jongens met een Ajax-verleden te gaan halen... Uh, waar je misschien eerder afscheid van hebt genomen... omdat ze hun beste tijd gehad hebben. Maar die Ajax in elk geval weer voor dat ene seizoen... Uh, een beetje kleur kunnen geven. Die al in elk geval er alles aan willen gaan doen. Maar goed... Dat winnaars mentaliteit in de kleedkamer. Ja, Ajax, ja precies. Uh, en die, 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 die jonge jongens kunnen helpen. Even om dat gesprek ook met uh, Michael van Praag af te ronden En Sorry. alles wat ermee uh, zit. Uh, toegezegd prioriteit nummer één. En heel snel ook. Dat kan ik uh, beamen, want ik ben zelf bij het gesprek geweest. Trainer. En ik denk dat je daar moet beginnen. En niet moet zeggen van we moeten eerst algemeen directeur, technisch directeur en dan een trainer. Begin nou echt even bij het ja, voetbal. Ja, maar wie gaat diegene aanstellen nu? gewoon de mensen die daar nu verantwoordelijk voor zijn. Marijn ja, maar Beuker ja. en uh, Klaas ja, okay, de Lang. Okay. Ja. maar die worden dan. Ja, ik, die proberen soms te begrijpen door Louis van Gaal en ja, Danny okay. Blind. En die blijven, toch? Ja, gestuurd door Louis ja. van Gaal en nou, Danny ik denk, uh, Blink. Als het zo ver komt, ooit dat er, de hele RVC wordt weggestuurd, dan denk ik dat uh, van Gaal en Blink, uh, van Gaal uh, ook zegt: uh, ik stop er even mee. Ja, maar je begint bijna te geloven dat alle mensen die een topfunctie bij IJs krijgen op een of andere manier stront aan hun vingers hebben. En door een instantie, of het nou de NOS is, die uh, misschien Tat van belangenverschengeling beschuldigt, en vervolgens uit het rapport blijkt dat het allemaal wel meevalt. Uh, als ik de verhalen mag geloven, is datgene wat Alex Kroes gedaan heeft ook niet heel handig. Maar krijgt hij de doodstraf voor het rijden door Rood Licht? Weet je? En zo, uh, uh, Pier Eringa is niet genoemd. Er komt weer een pushmelding van. Dus het, 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 is, het is ook wel lekker hè? En Michael van Praag, dat ben ik dan weer wel met hem eens. Ga, gaf in dat interview bij jullie ook aan. Ajax is zo media mediageniek. Dat iedereen die iets vindt, oh, die gaat daar zo lekker op. En dat ja, maakt het verhaal zeker. zo groot. Met name dat, die de meneer van de VEB. Ongelooflijk. Ja, een enge man is dat. Engeneck, en uh, uh, dus al die mensen die nu... Hebben we trouwens ook benaderd. Gerben Evers heeft ja, nu Ja, Die hebben we ook benaderd, alleen uh, Gerben Evers belde niet zelf terug, maar uh, een nee. van zijn uh, collega's. En uh, ze staan nog altijd achter hun woorden dat Suzanne uh, Lendering een leugenaar is. Nou, wij hebben gevraagd, goh, uh, waaruit blijkt dat dan? Want uh, ja. het, het zijn nogal ja. uitspraken om te ja. doen. Uh, nou, die woorden nemen ze niet terug, maar ze willen er ook uh, verder niet meer maar op Maar precies, gaan. je noemt nu Suzanne Lendering, ook die wordt alweer beschadigd. En elke, Iedereen die nu bij Ajax komt, daar gaat ingegraven worden... Om te kijken ja. waar ze diegene kunnen beschermen. Ik ga ons, ons in de luisteraars even helpen. Uh, in die zin, Johan Cruijff zei altijd... het gaat ook over voetbal gaan. Hij heeft ooit een organogram voor zijn neus gekregen. Daar stond bovenin allemaal raad voor commissaris. Zoals het nu is, hè. Floris staat uitgelegd op onze site. En hij heeft het papier gepakt en heeft hij omgedraaid. Hij zegt, zo, nu kunnen we gaan praten. Want het voetbal stond vervolgens aan de top... Ja. van het hele organogram. Hij zegt, je moet hem eerst even omdraaien. Heerlijk. Uitstekend. Ja. Laten we dan ook daarmee beginnen. En ik vind ook, Marco van Praag, laat het ook zo zijn... en maak het dan ook waar met jouw collega-bestuur... dat er eerst nu een trainer gaat komen... dat die trainer zich over het voetbal druk gaat maken... met Marijn Beuker en Kelvin de Lang. En dat er dus spelers gaan komen... dat er dus echt weer heel erg naar voetbal wordt gekeken. En dan hoop ik dat John van de Schip, die ik echt diep respecteer... omdat hij zit in een situatie waar hij ook zit... en dat gewoon ook... Sterk volhoudt, dat het gewoon weer over voetbal gaat. Dus ook die vergaderingen die gaan komen. moeten als uitkomst hebben. Hoe kunnen we zorgen dat de woorden van Cruijff, zeg maar. gewoon uh, in uitvoering kunnen worden gebracht? En niets anders. Nee. Niets anders. Nou, dan gaat die meneer van de vereniging van effectenbezitters gaat er natuurlijk weer uh, dik tegen in, maar dan kun je ook zwijgzaam naar luisteren en zeggen: oké, okay, we gaan het nu weer over ja, voetbal. Nu hebben. hou je gewoon je mail, even ja. zeg je dan, en we gaan het nu over voetbal hebben. Ja, juist. Dat, dat, we, wil dat wil je. Dat wil je toch heel graag. Ja. Ja. Maar mij. dus er moeten de uh, voetbalmensen komen uh, ja. uh, en Daarom. inderdaad te beginnen bij een, uh, een nieuwe hoofdtrainer. Zo is dat. En uh, goed, uh, we, gaan het, we, we hebben wel wat informatie. Want de mensen van de VI die hadden natuurlijk heel goed uitgezocht hoe dat allemaal zit met hun FC-bankzaken, met de uh, beursgang en zo. Uiteindelijk gaat het niet om de beurs of om de vereniging. Het gaat erom dat het eigenlijk een goede voetbalclub wordt. Ja, voetbalclub weet je en hoe ze dat voor elkaar krijgen? Daar moeten ze hard over nadenken en hun best voor gaan doen. Maar weet je, dat wil supporters zien. Je wil gewoon een voetbalclub. Daar ben je supporter van. Ja, en anders is het gewoon niet. Oké, okay. um, laten we het ook over leuke andere dingen hebben, Roy. Want heel veel gaat ook over voetbal bij ja, de dingen die we doen. Top? Nee, zeker. We hebben een hele volle evenementenkalender waarop ja. iedereen is gerefereerd. Die allemaal keurig netjes op de website van de ja. Ice Live staan. En uh, als je die agenda opent, dan weet je niet wat je ziet met wat er allemaal aankomt. Deze Weken, dus dat is heel leuk. En uh, ja. dat, is, dat is ook altijd wel... Uh, Wil je nog iets eruit pikken wat je heel... Uh, wat even daarna nou, Café Ajax Live hebben? is altijd heel erg leuk. In de ja. supportershome is dat. Waarom? Daar uh, is, is, is nog plek zat voor. En dan uh, uh, beleef je een leuke avond. Gewoon gezellig, oude hoeren. Er komen ja. wat spelers bij. Die komen in een ongedwongen sfeer lekker in je tafeltje zitten. En uh, het glas heffen. Um, niet op een mooi seizoen helaas, maar goed, we kunnen die, uh, die jongens daar wel gewoon in de ogen kijken en daar uh, ja. gewoon een gezellige avond met z'n allen van maken. Heel goed. Dus dat is iets om naar uit te kijken, dat is 2 mei, dus uh, mensen die nog willen, uh, schrijf je daarvoor Kom in. Kom er vooral bij. Hè? Kom ja. er bij, wordt gezellig. Ja. en uh, ja, Er wordt ja, ja. gelukkig gewerkt aan talent in het hele land, ook nog voetbaltalent, hoe dan ook. Zeker. En ook als je minder talentvol nog... bent, mag je ook meedoen toch? Zeker. Nou, wie weet wordt, uh, worden mensen wel onze leden wel gescout tijdens dus het SV AX voetbaltoernooi, uh, Roy. Ja, dat kan ook nog. In het Olympisch Stadion gaan we weer, uh, gaan we weer lekker voetballen. Ja, dan zijn we zijn uh, wel laatbloeiers dan toch of zo? Maakt niet een uit. Een je, bent nooit uit. Te, je bent nooit te oud nee. om te debatteren voor het eerst van haar, nee. <laughs> In de huidige situatie ja, valt het niet uit te sluiten dat een van ons <laughs> ooit nog eens als uh, rechtsback <laughs> ja. een opwachting mag maken. Ja, je, ja, je dus hebt één nog been nog. He? Ja. Ja, dus, uh, <laughs> ja. Ik heb het idee dat ik langzamerhand wel mee kan ook, met dit niveau. Nee, nee, sorry mensen, maar dat, wordt, ja. uh, dat is op 2 Pinksterdag, 20 mei. En daar kan je je vanaf dinsdag voor inschrijven. Dus dat is, dat is zeker leuk. Ja, het is echt een gek. Ik bedoel, het is gewoon lekker voetbal op heilige grond. Ja. Dat is echt ja, te gek. Te man. gek. En ja, dat wordt volgend jaar mooi. Volgend jaar hebben we het ook. En, ja. uh, en, en, en dan kom je toch uh, het Olympisch Stadion binnen. En waar je heus wel eens wat vaker komt. Maar als het dan echt weer in zo'n voetbal setting is. Zonder de, ja, die atletiekbaan, die zit er nou eenmaal omheen. Maar wanneer er ook echt uh, een grasveld staat met, uh, met twee doelen erop, ja. dan... Uh, oh ja, ja, vroeger, ja, ja, dan kwam ik daar ja, binnen met ja, mijn ja, vader. Ja, je joh, ziet mensen het, het mooie is, dan zie je ook echt, hè, vaders nemen vaak een kind mee. Ja. Uh, er, is er ook een Ice Kids Tour nog daarvoor? Ja, daarvoor. Ook daar, ja, ja, ja. Ja, ja. En dan zie je inderdaad vaders wijzen naar hun kinderen, ja, van daar zat daar, ik. Ja, 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 ja dat precies, is mooi. dan zie je dat het woord. kind kijken, ja, het zal wel, maar ja. toch is het mooi. Ja, en er, natuurlijk er is daar aan de binnenkant het nodige veranderd. Maar toch, als je daar loopt, dan kan je dat soort herinneringen wel weer ophalen. Je ik kunt ook zeggen, die uh, goal ging niet in, weet je wel. En, en daar uh, ja. zat het. Uh, en daar nou was ik van overtuigd. In, en toen zei mijn broer, die is drie jaar ouder, dus die herinnering bij mm. hem, die is dan iets helderder. Die zei: Nee, nee, nee. Ja, ik weet ook welke goal je bedoelt. Moesampa tegen Dortmund ja. onder andere in de nee, regen. Ja, ja, ja. En ik dacht, ja, dat was aan onze kant. Hij zei: Nee, dat was aan de overkant. Ik denk: oké. Nou, goed. Ik niet Het is wel mooi. Het is mooi. Dat zijn leuke dingen. En dat werkt therapeutisch. Net als het lullen in deze microfoon bij de podcast. Dat is, dat denk ik, na dat uurtje toch altijd weer van... ja, we zijn het weer even kwijt. En ik denk dat dat heel herkenbaar is. Zeker. Dat ook ja. uh, AX-supporters onderling dat, dat soort momenten uh, vaak hebben. Ja. Kom dat even met z'n allen beleven. Ja, reageer ook vooral hè, als je dit hoort... en je wilt toch iets uh, zeggen over wat wij weer zeggen en zo. En gewoon redactie.svax.nl. Mail het vooral. En uh, weet je, als het ook iets toevoegt, uh, zeg ik even... iedereen is welkom... Maar dan nemen we het ook nog eens mee in onze podcast. Dus dat vinden we leuk. Vinden we alleen maar leuk. Nou ja, dat is sowieso. Hè. Je merkt dat deze week wel aan de reactie die in onze mailboxen binnenkomen. Uh, nou, er zijn verschillende manieren om ons te benaderen. En bij ons krijg je, dat weet je 100%, altijd uh, al heel snel een reactie terug. We nemen elke. Uh, reactie uh, hartstikke serieus, en uh, ja. Ja, soms kunnen we dat mee, soms niet. En soms is het ook gewoon fijn voor mensen dat ze ergens terecht kunnen met hun uh, beklag of uh, hun kijk op, op Ajax. Nou, huh. wij als supporters we kunnen daar niet altijd wat aan doen, maar we kunnen het wel soms beamen. Of juist, ja, ja uh, nou ja, inderdaad, gebruik dat uh, ons platform daarvoor. Floris, tot zover ook, Stichting Correlatie. <laughs> Heb jij daar nou nog wel <laughs> 113 1-1-3? Als ja. je nee, Nee, het is gewoon... Jij bent ook heel veel met kidsclub-inhoud uh, en content ook bezig. En ja, daar joh, ik ben ondertussen onverwaardige... tussen tuss 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 alle ellende door... ben ik, ben ik bezig ook met uh, de laatste AXC'tjes van dit jaar. Dat is het clubblad. Daarin hebben we uh, Gods, daarin hebben we taylor en daarin hebben we Rijkhof. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, en ook druk bezig met de vakantie wat ja, voor wat voor type gozer is zo'n gods? Daar weet ik. weet daar niet zo ja, heel uh, Als we op het veld zien, dat hij echt. Hij heel... is uh, buiten de lijn is hij heel uh, rustig en, en, en beleefd. Ja? En binnen de lijn is hij, uh, is hij speels en, uh, ja, en volbraden. Ik, ik las ook dat, dat hij aan de Ramadan, andere uh, andere of mee in inmiddels hij ja. het suikerfeest geweest. Maar, ja. Nee, dat is prima. Dat ja. moet iedereen lekker. Uh, ja. Maar, ja. Nee, maar het is, het is, een, het is een, wat ik zeg, het is een hele, hele rustige jongen. Hij uh, heeft ook uh, echt uh, goed in de studiebank gezeten. terwijl hij uh, volop bezig was met voetbal. Ook daarnaast uh, een studie gedaan, want dat vond hij ook gewoon heel erg belangrijk. Hij vindt het heel belangrijk om ook uh, zijn hersens te laten werken buiten de lijnen. Uh, los van het voetbal. Maar en ja, binnen als, de lijn is het een onbevangen, onbevangen jongen. Net als Rijkoff ook wel voetballer. Waar ik me gewoon op kan verheugen dat ja. hij zich ontwikkelt tot een uh, ja, fijne Ajax-voetballer. Toch gewoon? Ja, ja, ik, ja, ga, ja. goed. Uh, ik, ik. ik je wil dan inderdaad toch uh, ook zo'n podcast eindigen met een paar lichtpuntjes. Maar dat zijn dan inderdaad jongens waarvan je denkt: Nou, ja. doorsta dit seizoen. Ja. Onderga dit seizoen. En leer er zoveel van dat je volgend jaar uh, jongens hebt lopen die echt heel graag voor Ajax willen voetballen. En ja. Die, ja. die het publiek willen vermaken. En dat, zou, dat, zou, dat zouden wij zo verdienen met z'n allen. Wat ook wel leuk is aan, uh, aan Mika dat uh, hey, normaal gesproken is uh, Belgen natuurlijk best wel bleu en dan vinden ze Nederlanders heel direct en zo. Uh, daarvan, hè, dat heb ik hem ook wel eens gevraagd, van, joh, uh, was die overgang voor jou groot? Maar hij vindt dat juist wel lekker, dat directe, als ja. Belg zijnde. Dus dat, uh, nou ja, dan is hij in uh, Amsterdam op de goede plek, denk ja. ik. Ja, ja het, is, het is nu heel makkelijk om heel bij de hand te gaan doen in de, de kleedkamer. <laughs> ja, Toch, ja. het scheelt wel of je in een goed draaiend elftal terechtkomt met de echt ervaren spelers. Ja. Of nu, ja. Hey, maar, het, tot, tot, misschien moeten we, te, eigenlijk moeten we dood zijn maar ik wil toch toch. wat, wat vonden jullie van het van Telegraaf die op bezoek ging bij Mislintat? Nee, fout, fout, fout. Gewoon helemaal fout. Met een draaiende camera, maar niet laten zien dat die camera draait. En dan vragen stellen. Ik vind het echt onbeschoft. Ja, net ja. Netto was op die persconferentie, was natuurlijk Valentijn en Driesje mocht wat vragen ja. stellen. En die refereerde daaraan. Ja, en ik dacht: antwoord. hier moet je kapot schamen, man. Ja, om op deze manier journalistiek te bedrijven. Ja. Rotten eind op. Dat niet alleen, is. maar ook, ook, ook al een beetje boter op, op, op hun hoofd. Hè? Ik bedoel, uh, op het moment dat een morsman uh, lastiggevallen wordt op de werk... Hmm. met leuzen dat ze moet oprotten... Uh, dan wordt daar dan wordt er eigenlijk schande van gesproken. Dat kan niet hè, door de Telegraaf. Nou, ben ik met ze eens. Ik vind ook dat dat niet, nee, niet zou precies. moeten. En vervolgens ga je zelf bij iemand op zijn stoep staan. Ja, ik, ja. En thuis opzoeken. Ja. Maar, Gelukkig doen wij niet aan dat soort type journalistiek mee. Nee. En daarom wil ik nog even ja. uh, nogmaals, een complimenten geven voor het interview wat jullie hebben gehad met Van Praag. Waarbij we uh, niemand uh, dwingen het daarmee eens te zijn. Nee, maar waar we wel gewoon heel. Helder ja. en transparant wordt uitgelegd wat de beste man te melden had. Ja. En dat gewoon uh, ja. ja zonder partij te kiezen, nogmaals. Uh, ja. En, de, okay. en de, wie ben jij dan toch? ja de, Het was niet bedoeld omdat het allemaal rommelig is, maar dat was Chural Ling de vorige keer. <laughs> brengt ons ook weer in een andere fase van de club. Ja, zeker. Hoe is het met Tjöla hemel... Ling trouwens? Tjöla Ling, nu, hoe is het met Tjöla Ling? Ling? Want die, die was het ook helemaal van plan met Ajax. Door die satellietclub ja, Trentino op te zetten. Zeker. En daarna zou die toch binnen Ajax... Ik vind het een hele goede vraag. Ja. Uh, ik denk dat hij helemaal klaar was met alles hier in Amsterdam ook. Dus ja. ik denk dat hij nog wel rond Tjerencine zeg maar, uh, betrokken is. Maar het was dus uh, omdat hij ook uh, uh, bij de tegenstander van afgelopen zondag heeft gevoetbald. Hm. Uh, soms is het een beetje moeilijk en dat geldt natuurlijk ook uh, niet voor uh, uh, de, de speler die je nu gaat horen. heeft natuurlijk niet bij de tegenstander van afgelopen zondag voetbal, maar wel in Rotterdam. En uh, nou, ik doe zo de administratie, laten we eerst even luisteren. Ja. ja. Who are you? Het is niet zo gelopen hoe ik dacht dat het zou lopen, maar ja, ik ben gewoon hard blijven werken. Goed. De eerstvolgende wedstrijd. Denk er even aan. Probeer de jongen die je net hoorde te plaatsen in het geheel. Ja, maar dan bedoel je denk net... ik niet Ajax Twente, maar Ajax Nee, Nee, dit is, niet, nee, dus dit is Excelsior. Goed zo. We gaan... want, want je kunt ook voor Ajax Excelsior kaartjes winnen door het goede antwoord in te sturen. Inderdaad, goede, goede toevoeging ook. Um... Zeker, want daardoor weet ik wel wie het is. Goed zo. Redactie Naam, lidnummer, wat nog meer Roy? Uh, postcode. Postcode en ja. zo. Dan gaan we het even checken. En dat dan kun je antwoord. dus uh, ja, <laughs> dat twee kaartjes krijgen. En dan kun je zeggen: van, Ben je dan een rampteris? Nee, want je wil gewoon toch ook uiteindelijk dat je Ajax ziet voetballen. En dat er lichtpuntjes zijn. Zo simpel is het. Ik denk dat we daarop moeten hopen dit seizoen nog. En dat we uiteindelijk volgend seizoen weer een beetje echt kleur op Ajax... kleuren uh, krijgen hè? op de wangen. Als Toch? het maar duidelijk is uh, ja. dat we een bepaalde richting inslaan. waarin we ons een beetje herkennen als Ajax-ziet. Ja. En hoeveel, voor mij betreft, nog niet, uh, nog niet eens kampioen te worden. maar ik wil wel weer gewoon naar het stadion gaan en Ajax zien. en, en Ajax voelen. En, en... Ja. ja, maar dat kan, denk ik, met types als Schots en Rijkoff. en uh, ja. Silvano Vos en, en Hato, die blijft. Ik hoop dat een probby uh, blijft. Dan, uh, en die welk kan je dat ook kappen? Ja, het is kappachtig. Maar ja, goed, uh, zonder al te positief te willen klinken, maar dat zijn dan uh, uh, toch de jongens op wie je volgend jaar moet gaan bouwen. Uh, met een, misschien ook wel uh, een ander verwachtingspatroon, als je ja. dit seizoen nu gehad hebt. Uh, maar goed, bij Ajax zijn we ook volgend jaar niet tevreden als het tweede uh, eindigt. Dus dat, dat ook wel weer. Zo is, dat. Zo is dat. En dat mag ook en dat moet ook volgens mij, maar uiteindelijk word je daar een betere voetbalclub van. Want dat is wat we met z'n allen willen, toch? Ja. Okay. Nou, we hebben het in het begin van het seizoen volgens mij al wel gezegd... dat uh, toen nog met uh, Maurice Stijn en al die nieuwe spelers hier kwamen... Ah, jongens, het heeft wel tijd nodig. Nou, de, de, blijft. We hoeven Maurice Stijn nu niet... Uh, nee, maar het blijft dat het zo dat is. Dat is het ook, ja. ja. Dus ja. welke trainer er ook volgend jaar staat... welke spelers er ook worden aangekocht... ook die... Worden be kriti kritisch bekeken, want Ajax moet er meteen staan en op de bovenste plekken meedoen. Uh, in de realiteit weten we diep van binnen al wel dat het allemaal anders is. Ja. Volgende week gaan we verder kijken hoe de Ajax-thermometer uh, ervoor staat, mannen. Ja, yes. doen we. Dank jullie wel. Uh, luisteraars ook weer bedankt. Tot de volgende week.